Hey, welkom bij Bewegen met Bart. 10.000 stappen per dag zetten of 8.000 stappen per dag zetten voor ouderen. Dat is wat men aanraadt om gezond te blijven. Maar is dat nu eigenlijk wel nodig en is dat nu eigenlijk wel voldoende? Dat is de vraag. Ik vind het zeker een goede zaak dat men aanmoedigt om zoveel mogelijk te stappen, want we bewegen over het algemeen eigenlijk te weinig. Daar is men het eens over. Dus die 8.000 tot die 10.000 stappen zijn zeker een goede manier. Je kan het gaan meten en je kan gaan kijken hoeveel je nu eigenlijk actief bent. Maar ik ben er niet helemaal van overtuigd dat dat ook voldoende is. Want het is gewoon zo dat je bij wandelen, die 10.000 stappen, niet alle spiergroepen aan bod laat komen. En zelfs mensen die heel veel stappen zetten op een dag, kunnen nog bepaalde spiergroepen hebben die na verloop van tijd zwakker worden en niet meer naar behoren functioneren. En ook het Vlaams Instituut Gezond Leven die zegt dat je naast die vele stappen ook regelmatig je spieren effectief zou moeten gaan trainen. En dat is wat we hier doen. Ik probeer jullie ervan te overtuigen dat je elke dag 10 minuutjes je spieren zou moeten trainen, zodat je die spieren ook sterk maakt en dat je onevenwichten in je lichaam kan wegwerken en je daardoor ook beter en gezonder kan voelen op lange termijn. We gaan vandaag weer een nieuwe workout doen. Let's go! Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we! Eerste oefening voor vandaag, daarbij mag je de knieën gaan heffen, zoals vaak. En je handen die mag je vooraan brengen, dan naar je schouder brengen en dan naar boven brengen. Ja. Doe het rustig aan, hef je knieën niet te hoog, ja, zodat je ook je balans houdt. Ja. Dus een beetje coördinatie, niet zo eenvoudig. Ja, dus hef je knieën niet te hoog en het mag ook zeker trager dan dat ik het doe. Dus telkens naar voren. En dan naar boven. Heel goed. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Dan mag je gaan zitten op je stoel. Ja, die hebben we er vaak bij. En dan mag je open springen met de benen en de armen. 2 keer. En dan komen we rechtop. Goed uitduwen in de heup. 2 keer openen en rechtop komen. Heel goed. 2 keer open, rechtop, heup volledig uitdrukken en rustig aan gaan zitten. Als je rechtop komt, mag je de handen een beetje naar voren brengen. Dan heb je evenwicht, dan kan je makkelijker rechtop. Heel goed. Een keer rechtop komen en dan blijven we recht staan, want voor onze volgende oefening moeten we rechtop staan. Ja, je mag achter je stoel gaan staan, de leuning nemen als steun en we gaan 1 been achterwaarts strekken. Ja, je bilspier even aanspannen en dan laten zakken. Heel goed. Heel goed. Belangrijk, deze oefening, dat zeg ik vaak, maar deze oefening heeft een hele grote invloed op je rugspieren en op eventuele rugpijn. Nog 3, nog 2, nog 1 en dan gaan we wisselen van been gewoon. Dezelfde oefening, het andere been. We doen vandaag 6 oefeningen die we 2 keer gaan herhalen. Of 2 keer gaan doen, liever. 1 keer herhalen. Heel goed. Fantastisch. Je voelt het waarschijnlijk ondertussen al. Dat is normaal. Hou het vol. Nog 4. 3, 2, en dan mag je er zo dadelijk de flesjes bij nemen. Dit is de laatste. En dan neem je er de flesjes maar bij. En met de flesjes
ga je een gewone bicep curl doen. Dus de flesjes die zijn eentje hoog en eentje laag. En zo ga je ze afwisselen. Ja. Als je bovenaan bent, altijd even aanspannen. Flesje naar de schouder drukken. Heel goed. En we doen bewust één flesje hoog, één flesje laag. Zodanig dat je niet dit gaat doen in je rug. Dus hou je rug goed stabiel, zodat die ellebogen dicht bij je lichaam blijven. Heel goed. Kom aan. Hou het vol. 4, 3, 2, 1. Dan mag je een beetje naar voren gaan leunen. Ja, een beetje door de knieën gaan ook. Rechte rug. Je ellebogen die zijn ter hoogte van je rug. En dan ga je je armen daar gaan strekken. Ja. Hup. En dan weer naar voren. Even uitstrekken volledig. En daarvoor. Als je dit moeilijk vindt om het al recht staan te doen, ga je ook gaan zitten. Ga je de oefening ook op die manier uitvoeren. Kan je misschien iets makkelijker naar voren leunen. En we zitten aan onze laatste oefening, dus zo dadelijk gaan we de reeks nog één keer herhalen. Nog 4, nog 3, nog 2, 1 en rustig aan. Sta rustig recht en dan gaan we opnieuw de knieën heffen. De knieën heffen. Daarbij gingen we de handen tikken op de schouders. En dan naar boven brengen. Ja. Heel goed. Ondertussen gaat dat waarschijnlijk al iets vlotter. Want ondertussen is ons lichaam opgewarmd en los. Nog 10 seconden ongeveer. Heel goed. Kom aan. Het vol, 3, 2, 1. En dan ga je terug zitten op je stoel. En we gaan open springen, dat is een jumping jack. 2 keer. Handen langs opzij. En dan komen we rechtop. 1 keer. 2 keer open springen. En dan komen we rechtop. Goed duwen in die heup. Heel goed hoor. Ja. Je mag elke oefening trager doen dan wat ik ze doe. Heel goed. En dit is de laatste. Dan blijven we rechtop staan. En dan gaan we onze extensie naar achter doen. Eén been gestrekt naar achter. Ja. Kan je ook tegen de muur doen natuurlijk. Kies het zelf. Heel goed. We zijn voorbij de helft hier ook. Nog 4 keer. Nog 3 nu. Nog 2. Eentje. Adem rustig in. En uit. En dan gaan we de andere kant erbij nemen. Rustig. Heel goed. Kom maar. Hou het vol. Die billen, die voelen dat al goed. Dat is de bedoeling. Je bent super goed bezig. Heel goed. Kom maar. 10 seconden nog. Dus nog 4 keer. Nog 3. 2. En dit is de laatste. En dan pakken we er weer onze flesjes bij voor onze
bicep curl. Ja, één flesje hoog, één flesje laag. De ellebogen goed tegen je lichaam houden. En als je bovenaan bent, mag je altijd even gaan die fles naar die schouder drukken. Even die biceps aanspannen. Fantastisch. Heel goed. Oké, kom aan. Hou het vol. Als je het niet meer kan volhouden, mag je gerust iets vroeger stoppen. Geen enkel probleem. Of een beetje vertragen. Nog 5 seconden, kom aan. 3, 2, 1. En rust. En dan de allerlaatste oefening voor onze triceps. Ja? Dus je mag ofwel rechtstaand het op deze manier gaan doen, ofwel op de stoel, zoals ik daarnet. En dan gaan we daar onze armen gaan rustig strekken. Ja. En weer laten zakken. Probeer je rug goed recht te houden daarbij. Niet zo diep door de knieën te gaan als ik, want dat is natuurlijk ook zwaar. 4, 3, 2, 1. En het zit er alweer op. Fantastisch gedaan weer, uitstekend gewerkt. Ik hoop dat je er morgen weer bij wil zijn. Geef een like als je de video leuk en nuttig vond. En als je nog een andere workout wil doen, bijvoorbeeld een stretching, klik dan even hier. Hier kan je nog een stretching vinden. Zeker een goed idee om dat regelmatig te doen. 2, 3 of 4 keer per week zelfs is zeker een goed idee. Ik zie je graag morgen terug.